Dus nu, die Johanna en die Philips, die zijn getrouwd, hè? Ja, dat is toch wel meer macht, zeg. Kun je nou heel praten over macht, hè? Dat zie je altijd zo! Waarom? Als ik niet veel macht had, dan had je geen eten op je bord, hè? Godverdoe, man. Echt waar, joh. Ga eens af! Beste vorsten, ik als Karel V heb een beslissing gemaakt. Ik ga alle landen die jullie bezetten tot mij nemen, tot mijn koninkrijk, en ze samenvoegen tot de Verenigde Nederlanden. Nee. Waarom niet? Waarom zou je daarmee akkoord zijn? Ja, ik weet niet. Misschien omdat jouw dochter, Anna-Sophia, of jouw vrouw, Maria, nee. Als daar nou iets mee zou gebeuren. Dat durf je niet. Maar, misschien wel, maar om jullie toch nog een beetje macht te geven. Kijk, de machten splitsen tot 3 raden, zodat jullie allemaal nog een beetje macht hebben. En jullie krijgen allemaal nog wel wat centjes over. Ja. Dus jullie zijn akkoord? Zolang er niks met mijn gezin gebeurt, ben ik akkoord. Oké, dan bevestig ik dit en bedankt voor de vergadering. Maar gaan we nog samenkomen, Geert? Ja, misschien wel. Om de raden te goede te verdelen. Oké. Corbin. Goedendag. Goedendag, eerwaarde belastingzetter. Goedendag, Karel. Hoe gaat het ermee? Niet goed. Echt niet goed. Wat is het probleem? Het geld is af. Oei. Hebt u oplossingen voor dit? Ik heb al meerdere dingen geprobeerd, maar ik heb geen oplossing gevonden. En ik weet niet, misschien iets proberen de steden wat onder te drukken? Wat... Dat hebben we ook al geprobeerd en het werd echt juist het omgekeerde effect. En ridders verstelen of zo? Of... Ik weet niet. Meer belastingen vragen? Ik weet het echt. Nee. Ik weet niet meer, ja. Ik weet niet meer. Maar, misschien kan ik nog raad vinden bij de kerk, maar... Ja, protestantisme misschien proberen weg te werken. Ja. Zo'n dingen. Wow, ik zal eens een keer gaan kijken bij de priester. Oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Goed, ik zie dit. Oké, bedankt voor deze informatie. Ik zal gaan. Wat? Gaan? Is dat gaan? Naar de priester? Ja. Kom maar binnen. Ah, dat is goed. Voet even hier. Ja. Goed, wat brengt u hier? Ja, het stelt me een probleem. Ik heb een probleem met geldzaken. Oei, dat is kom maar mee in de zetels. Ah, dat is goed. Het is koud hè? Ja. Ja. Dat is voor mij. Dus, hoe kan ik me helpen? Ja, dus ik ben koning en mijn land zit eigenlijk een beetje zonder geld. En oei. Ik vraag me eigenlijk af hoe u als Rooms-Katholieke Kerk, hoe u mij daarmee zou kunnen helpen. Ja, heb je alles gehoord van het protestantisme? Ja, sinds van die alternatieve mensen zo. Ja, dat kan ik het noemen. Ja, weet je, als je die bezittingen afneemt, ja. Van tegen het mooie noppel, gewoon afnemen en je verkoopt dat, ja. Heel veel geld moet verdienen. Ja, maar hoe zou ik daar dan afraken? Zo met rechtszaken of zo, dat de heksen zijn? Of?
Ja, perfect. Ja. Dan zou ik kijken ook volledig achter u staan, want ja, ik kreeg ook wel eens linksgeet aan die potstaande. Dat snap ik, ja. Ja. Oké, dank je wel. Ja, moet je niks hebben op drinken of zo? No. Zeker? Zeker. Ik ken nog goede whisky, hè. Oh, schatje, we hebben een nieuwe gezeten. De priest. Oh, sap. Oh, jee. Help. Voel je nou gaat het zo slecht? Ja. Het zal allemaal beter komen. De dokter komt er wel. Dat is goed. Hij zal al direct zijn. Dat is ook goed. Ja, ik ga het niet. Ah, goedendag bro. Hallo dokter. Ik kom op meneer. Ja, daar is hij. Oei, zit hem inderdaad. Ja, dat zal ik eens onderzoeken, hè. Ja, dat is warm. Dat is wel een heel mooi uitzijde. Dat is het niet goed, mevrouw. Het gaat in de lijn licht gaan overleven. Hoe lang nog? 2 maanden. Misschien 3. Ja, 2 maanden. Dat is zo kort, maar ik kan het echt niet meer redden. Ja, we kunnen medicatie proberen, maar dat is niet. Probeer alles wat kan. Ja, ja. Oké, bedankt. Als jij ze ben je altijd ziek? Ja, ik kan het niet meer aan. Zal ik Flip voor je bellen? Doe dat alsjeblieft. Oké. Ja, hallo Flip. Ja, je moet komen. De kamer is heel erg ziek. Snel, anders is hij dood. Ik moet even niet meer. Ah, dag sneller. Kom snel. Ja? Wat is aan de hand? Hij is ziek, kijk, ik wil te spreken. Wat is er? Flips, je moet. Je krijgt van mij de vrede in Nederland. Nee, dat kan ik niet aannemen. Jawel, het moet. Nee, het kan niet. Anders is het allemaal. Blijf leven. Het is allemaal voor niets geweest. Blijf leven. Het is allemaal voor. Blijf leven. Nee, hij is dood. Het gaat niet goed met de Nederlanden. De oogst is namelijk mislukt. Doordat de oogst dit jaar zo slecht was, is de graanprijs dan ook gestegen en kwamen de boeren in opstand. Niet alleen de boeren zijn in opstand gekomen. Ook de protestanten komen in opstand tegen de katholieke kerk. Zo vernietigen zij de beelden en schilderijen van de kerk. Koning, we hebben je hulp nodig. Met uw hulp kunnen we denk ik de ongelovige kerk uit het land jagen. Laten we de inquisitie starten. Oké. Hallo vrouw. Wat geloof heeft u? Wat geloof heeft u? Ja, dat is dood! Oh, die is dood.